Suriname is zover om een malariavrij certificaat op te vragen. Als er gekeken wordt naar de huidige situatie omtrent malaria in het land. Minister Umar Ramadien van Volksgezondheid gaf aan dat Suriname als Caribisch land al langer dan 25 jaar malaria onder druk weet te houden. De bewindsman benadrukte dat Suriname zover is om andere landen te helpen om dezelfde status te kunnen krijgen. Maar de aanvraag voor het certificaat moet worden aangevraagd bij de PAHO. Mag die koppeling even naar maandag aanstaande, waar ik met trots de brief zal ondertekenen gericht aan de directeur-generaal van de WHO, waar we officieel de WHO vragen om Suriname malaria-vrij te certificeren. En ik wil een applaus voor het malaria team die 25 jaar lang, dus je kunt berekenen al 5 regeringen, toch? Heen, dwars doorheen met commitment van de regering, van alle regeringen, alle 5 regeringen, om die continued support te geven aan het vraagstuk van malaria. En dan ziet u hoe lang het heeft geduurd dat wij nu op 18 november aanstaande onze brief richten. En zo'n beetje de vogels die fluiten die zeggen dat de missie in april volgend jaar komt. De bewindsman gaf met trots aan dat vanaf oktober 2024 Suriname al 3 jaar malariavrij is. Met enkele importgevallen die heel snel konden worden aangepakt. Jammer genoeg kan dat niet gezegd worden over ons buurland Guyana, onderstreept Ramadien. Maar want onze collega buurland Guyana die zit nu met 30.000 actieve gevallen per jaar. En dan begrijpt u welke dreiging er bestaat. Dat wij maar 1 case uncontrolled binnenkrijgen. En dan hebben we weer lokale transmissie. Dus we zijn ook bezig. We zijn volgende week in Guyana, de directeur en ik, om ook met de collega van Guyana, maar ook met Frans-Guyana en Brazilië, mogelijk ook Venezuela, te werken aan regionale eliminatie. Dus de target is nu lokaal, die gaan we halen, maar regionaal moet je ook de investeringen doen om via een council van ministers desnoods grotere doelen te gaan behalen. Dus we gaan nu een beetje buiten de grenzen ook kijken wat onze bijdrage kan zijn. En ik kan u zeggen, onze experts op het gebied van malaria zijn internationaal sterk gewaardeerd en kunnen echt wel zorgen, alleen Suriname alleen kan zorgen voor de regionale eliminatie, want ze moeten wel willen luisteren naar ons. Minister Ramadien is hoopvol gestemd dat de PAHO de malariavrije certificering voor mei 2025 aan Suriname kan aanbieden.